Het is zo gegroeid tussen Groningen en Heerenveen toen hun oorspronkelijke aartsvijanden of helemaal niet meer voetbalden of niet op hetzelfde niveau speelden. Wat met Cambuur natuurlijk ja het geval was. Toen werd dit een echte strijd. En dat is het natuurlijk nog steeds. Heerenveen kan zich zo goed als veilig spelen. Groningen wil naar de play-offs. Bij Groningen geen wijzigingen. Het grootste vraagteken was wie staat er rechtsback. Dat is dus Dankerlui gebleven. Ondanks die mindere wedstrijd tegen Ajax. Daar waar dus ook Casambirio daar had kunnen staan. Dit gaat door een strijd en ballen hebben. Gewoon die ballen houden. En als we kans krijgen, killen. Let's go! Snel nog even wat eten. Het is natuurlijk een mooie lunchtijd. Of wat drinken natuurlijk. Dat kan al helemaal geen kwaad. Ja, neem er nog maar eentje. Belooft een mooie wedstrijd te worden. Het stadion zit goed vol. De sfeer is geweldig. En we hopen dat de wedstrijd dat voorbeeld volgt. Dit is geen buitenspel volgens mij van Sar. Leeuwenburg is niet op tijd. Sar er langs. Sar scoort niet, maar dan alsnog. Alsnog! Van Ooijdonk en Heerenveen leidt. Hij scoorde alles vanaf 11 meter. Dit is zijn eerste velddoelpunt dan voor Heerenveen. Daar de loopactie. Nee hoor, geen sprake van buitenspel. Van Hintem staat niet goed. Leeuwenburg komt, maar zit ernaast. Dan scoort Sar zelf niet. Zit er daarna wat geluk bij. Valt de bal via de billen van Mike de Wierik voor de voeten van Ooijdonk. En is het 1-0. Voet op de schep door de Leeuw. Dankerlui. Stand Larsen. Zo erg. A la Nkongbe zal ik maar zeggen. Maar dan die tref zeker. Duarte achter de bal. De bal gaat ook diep. Daar komt Van Hintem. Die brengt hem ook wel weer voor. Maar dan in de handen van Mulder. De bal kan alleen net niet worden verlengd. Wel weer ingebracht. En dat is nog listig zat voor Leeuwenburg. Kai. Die bal ineens neemt. Haai weer. Weer een goede trap. En nu zit hij er niet in. Omdat Van Hintem besluit. Misschien moet ik daar nog even gaan staan. En dat is een cruciale beslissing van de centrale verdediger. Want Van Hintem doet precies wat hij moet doen. Aanvalspel is heel moeizaam van de ploeg van Buijs. Komt zomaar niet tot kansen. Meijer. Ik heb een tootje hier. Deze corner. Drezevic kopt weg. Casambirio goed gekapt. Lekker geschoten. Het is een schitterend doelpunt. Zijn eerste in de Eredivisie. En dan is dit een wedstrijd en een wijze om hem te maken natuurlijk. Een van de absolute uitblinkers dit seizoen bij Groningen. Hij ontwikkelt zich razendsnel. Eigenlijk op alle vlakken. Behalve dan misschien het scorend vermogen. Als er dat ook nog eens bij komt. De bal weggekopt, opgevangen. Dan is uithalen met rechts niet meer een optie. Maar met links kan hij het ook. Oh, wat een doelpunt. Ja, mooi. Mooi. De pure vreugde. Het gemoppen. Die blik ook. Ja, schitterend. Oeh, Casambirio. Aanname niet helemaal goed. Dus Sar. Weer Sar die inhield om geen buitenspel te staan. Legde bij de tweede paal. Van Ooijdonk. En geen doelpunt. Daar kwam Van Ewijk nog om hem eventueel binnen te lopen. Te Wierik lag op precies het juiste moment voor Groningen in de weg. Ver zat. Schot lekker gedrukt, maar rechtop. Mulder, poging van Elhan Koeri. Beide ploegen komen gewoon niet zo heel makkelijk naar tot enorme kansen. De sfeer blijft er goed in zitten. Nu hebben de supporters van Groningen duidelijk weer de overhand. Is Heerenveen gevaarlijk weg. Van Ooijdonk neemt hem nog lekker mee en schiet hem erin. Weer Van Ooijdonk. In een wedstrijd waarbij niet zoveel wordt gecreëerd, wordt er nog wel vrij veel gescoord.
dan zit daar wellicht nog ergens een klein beetje geluk bij. Maar doet hij dit toch vooral fantastisch. Van Hooijdonk, het draaien, het meenemen en het inschieten. En nu is het juichen andersom. En de kopbal komt er net niet. Duarte er nog eens. Kappen en meenemen en met links maar eens proberen. Dat was doorzien in de korte hoek. Dan lagen er volgens mij zelfs drie in de weg van Heerenveen. Korter roept Buijs, maar dat kort zitten lukt even niet bij Groningen. Sar. Van Hooijdonk weggestuurd. Geen buitenspel voor zijn derde. Voor zijn derde. Nee, dat is uitstekend gedaan door Leeuwenburg. Het is wild. Het vliegt over het veld. Het is zoals een derby dan hoort te zijn. Maar daar blijft Leeuwenburg echt goed rustig. En houdt hij Groningen in de wedstrijd. En houdt hij Van Hooijdonk van zijn derde. Versnelling bij Duarte. Er ligt opeens heel veel ruimte daar voor Groningen. Duarte wordt laat opgepikt. Eigenlijk niet opgepikt. En dan gaat hij er niet in. Geweldig verdedigd door Bakker. Maar het is niet Bakker, het is Drezevic die hem van de lijn haalt. Irandu scoort. Mulder is geklopt. Hele goede actie van Duarte. Ja, niet zo heel veel mis. Hij is misschien net te zacht. Maar met ook de inglijdende Strand Larsen daar nog doet Drezevic dit geweldig. De bal draait wel gevaarlijk in, maar Strand Larsen kopt weg. Uitverdediger nog niet heel overtuigend en dus is daar de kans. Maar Leeuwenburg dekt de korte hoek voldoende af op het schot van Saar. Van Beek kopt en die zit erin! Een doelpunt van Sven van Beek. Een van de spelers die het misschien ook wel het meeste toekomt bij Heerenveen. Hij werd een grap. Hey, weer een eigen doelpunt van Van Beek. Maar dat hij goed kan voetballen bewijst hij wekelijks. En dat hij ook in het juiste doel kan scoren bewijst hij hier. En daar is bijna nog Strand Larsen. Daar is Engonge nog. Krijgen ze die bal er nu nog in, dan kan het nog hectisch worden. En dat scheelt niet zo heel veel, want Duarte rost hem op de lat. Prachtige bal van Duarte op de kruising. Het eindigt in 3-1. En wat een hele vermakelijke editie van Heerenveen Groningen was. Met mooie doelpunten, strijd, spanning, een hoog tempo. En gewoon een al met al echt leuke wedstrijd. Waarbij Heerenveen wint en zich daarmee gewoon veilig voetbalt. Sterker nog, Heerenveen doet nog mee in de strijd om de achtste plaats. In de strijd om de play-offs.